Tof dat je kijkt naar deze nieuwe The Week video. Het is vandaag dinsdag 29 november. Een nieuwe week, een nieuwe The Week. Ik heb er zin in, ik hoop jij ook. Dus laat deze The Week snel beginnen. Ik ben vandaag bijna de hele dag bezig geweest met het voorbereiden van de video van morgen. En in die video wil ik een vraag beantwoorden, namelijk de volgende vraag. Als je na je bekering toch weer zondigt, hoe vaak moet je dan om vergeving blijven vragen? Weet je, het is een vraag waarvan ik weet dat het antwoord, dat daar verschillend over na wordt gedacht in christelijk Nederland. En dat doet me dan wel even denken, want ik zeg niet iets tegen jou één op één. Nee, ik zeg iets in deze video, dat gaat op YouTube, en dan kan iedereen naar kijken, en dan kan iedereen wat van vinden, en dan kan ook iedereen op reageren. En die reacties hoeven het niet altijd met me eens te zijn en reacties hoeven ook niet altijd leuk te zijn. We hebben in het verleden meerdere malen meegemaakt dat hard gereageerd werd op berichten. Dat was dan vaak door niet-christenen. En ja, hierover weet ik eerlijk gezegd niet hoe hier op gereageerd gaat worden. En dat maakt me dan, als ik heel eerlijk ben, een beetje onzeker. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk de hele dag al aan het nadenken ben. Hoe ga ik dit zeggen? Kan ik dit voor mezelf onderbouwen wat ik zeg? Want ja, ik vind het wel een beetje spannend. Het houdt me niet tegen om het online te zetten, maar ik vind het wel spannend. Ik denk dat ik nu de tekst klaar heb zoals ik het wil gaan zeggen. Ik laat het vanavond nog even lezen aan Chantal. En als het goed is, zie je straks in de vlog dat ik morgen deze video aan het opnemen en een antwoord geef op die vraag. Dat is de vraag die ik ga beantwoorden. En dat is de vraag die ik ga beantwoorden in deze vraag en antwoord video. De video staat online. Tenminste, voor ons staat het online. Hij is klaar. Komt om 17 uur. Dus om 7 uur. 17 uur, 19 uur. Hij komt dus om 7 uur vanavond, 19 uur, komt hij online. En ik ben benieuwd naar de reacties. Ik ben blij dat hij af is. Nu door naar de voorbereidingen voor volgende week. Want dat wordt een drukke week. Zo, het is inmiddels zaterdag. Vanochtend weer op pad geweest voor de voetbal. Vandaag wil ik dingetjes in huis doen. En ik heb net voor Chantal een cadeautje gekocht. Morgen vieren we Sinterklaas. En we kopen eigenlijk nooit cadeautjes voor elkaar. Maar het leek me toch leuk om stiekem even wat voor Chantal te kopen. Ze dacht dat ik alleen de stad in ging voor dit en nog wat andere dingen. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik had ook een cadeautje voor haar nodig. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Goedemorgen, fijn dat jullie er zijn op deze mooie zondagochtend en wij gaan lekker warme broodjes uit de oven eten. Yay! Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, de pakjesavond of pakjesmiddag, in ieder geval één dag te vroeg, zit er hierop. Ik had je al verteld gisteren dat ik een verrassing voor Chantal had gekocht. Daar moet ik ook wat bij vertellen, want ik ben niet zo goed in het houden van verrassingen. Ik kan geen geheimen houden. Om eerlijk te zijn, Chantal lacht niet. Om eerlijk te zijn, heb ik gisteren al verklapt dat ik wat voor haar had gekocht, want ik kan gewoon geen geheimen bewaren. Als ik een leuke verrassing voor iemand heb, dan wil ik dat het liefste gewoon vertellen. Wat heb ik voor haar gekocht? Dat is dit. Dat is het dagboek van Joyce Meyer.
wassen, is ze heel blij mee. Hey, ja, Chantal zit al in de pyjama, dus die gaan we even niet in beeld laten zien. Of wil je graag in pyjama in beeld? Nee, ze wil niet in beeld. Heel snel, kom zo. Kijk, dat was Chantal. Ja. Ik heb gekregen van Sinterklaas, van mezelf dus, ik heb gekregen van mezelf, dit. Herziene Statenvertaling, studiebijbel. Die gaat me helpen om de preken nog beter voor te bereiden, video's nog beter voor te bereiden. Ik heb er net al even dingen gelezen, echt super boek, super uitleg erin. Ben ik heel blij mee. Ik ga nu alvast beginnen met het editen van de week, zodat ik dat morgen niet allemaal hoef te doen. Maar dat betekent wel dat de week voor nu aan het einde gaat komen. Super bedankt voor het kijken, vond je hem leuk? Like hem dan, abonneer je op ons YouTube kanaal en volg ons op Facebook en Instagram. Tot volgende week.